Het is rust in Brazilië, dus welkom bij het WK in Lingerie. De meest sexy penalty shootout op de buis tijdens de rust van elke WK-wedstrijd. Zijn kleren zijn nieuw, maar zijn auto tweedehands. Hier is Simon Zijdemans. Je hebt duidelijk verstand van schoonheid, want je bent weer naar de goede zender gezet. Hier vanaf EVM 19 hebben wij nu het WK in Lingerie met de fantastische wedstrijd van de schoonheden uit Rusland tegen de Azzurri uit Italië. Wauw! Daar zijn ze, de Russische dames. Kijk eens even, wat prachtig. Ik heb me laten vertellen dat ze er allemaal even één vodkaartje in hebben getikt voor dit WK. Nou, en dat is ze gegund. Maar hoe zien de Italiaanse dames eruit? Nou, ik kan je vertellen, die zien er goed uit, hoor. Zo, ja. Inderdaad. Ja, en Italië heeft ook goed het een en ander om mee te schudden, zie ik al. De dames zijn binnen. Laten we snel naar het diepte-interview met Simon. Ik zie twee teams staan, Italië, Rusland. Ik heb jullie voorbereidingen gezien en een klein beetje een idee wie er gaat winnen. Maar dames, jullie kunnen Poetin toch niet teleurstellen? Nee, tuurlijk niet. Dat gaan we ook niet doen. Niet? Nee. En jullie dan? Dit gaat knallen worden, toch? Want dit is het knalteam. Wij gaan winnen! Winnen? Zo hoor ik het graag. En er is natuurlijk ook een scheidsrechter bij. Normaal gesproken blazen anderen op zijn fluitje. Maar dit keer is hij aan de beurt. En die van de meiden. Yeah! En die van de meiden! Een grote munt bij zich. Die heeft hij nog bewaard van zijn voetbalsalaris? Ja, en dan gaat hij nu de tos mee doen. Jij mag zeggen, kop op munt. Het is munt. En de Russische dames gaan beginnen op dit WK in Lingerie. Oké, het eerste schot kan genomen worden. Ik ben Daniel Lippens. Ik ben Ivo van Breukelen. Daar gaan we. En Rusland mag gaan aftrappen. Dan hebben we natuurlijk nog even handschoenen nodig voor de keepsters. En die regel jij dat eventjes. Wat een gentleman. Hij geeft even handschoenen aan de keepster. Helemaal top. Je hebt twee linkerhanden. Het ging alleen even niet helemaal goed. Wat dan? Heeft ze daar twee linkerhandschoenen? Andy, koffie erbij. Ja, maar ja, zou jij niet afgeleid zijn als je daar zou staan? Ja, volgens mij is onze Andy ook niet helemaal scherp vandaag, hoor. Nou, die billen zijn wel scherp. Ja. Goed. Hoor. Ja, maar ze konden wel om lachen. Tweede schot. Mooie redding, hoor. 1-0 voor Rusland. Maar laten we dit nog even in de replay bekijken. Want ik denk dat het er alleen maar mooier van wordt. Beteuterde gezichtjes bij Italië. Beteuterde billetjes ook. Maar wel echt een mooie redding, hoor, van Rusland. Kijk, daar is jij gewoon. Ja, dat kan ze wel. Bal op de stip. En die op de fluit. Daar gaan we. Tussen die palen. Jammer, Rusland. Ja, jammer, jammer, jammer. Maar we gaan het nog een keer bekijken. Ze kijkt wel serieus, hoor. En boom! Maar het mocht helaas niet zo zijn. Alles kan gebeuren in deze wedstrijd. Ik zet mijn geld nog steeds op Rusland, hoor. Nee, ik blijf bij Italië. En dat is goed, want die zijn ook aan de bal. Zo! De linkerpaal is populair in deze wedstrijd, hoor. Kunnen we nog wisselen? Kan ik mijn geld nog inzetten op Rusland? Ja, dat mag. Misschien zet ik daar ook even een eurotje op in. Moet je alleen wel in... Waar betalen ze ook weer mee in Rusland eigenlijk? Ja, dat zijn vodka toch? Oh, kijk, hem is een gentleman en hij strikt even de veters van de keepster gewoon. Charmeur. Ja! Nou, het heeft geholpen, hoor, de veters strikken. Inderdaad. Rusland schiet hem ernaast. Het staat nog steeds 1-0 op dit WK in Lingerie. Zo, nou, die komt mooi op de grond terecht. Ja. Ah, dit zie je meteen. Ja, die zit erin. Het staat gelijk. En het wordt ook gevierd door de Italiaanse dames. Met de Sports Girl Breast Bump. De Sports Girl Breast Bump. Kijk, er is boos kijken ook. Er zit woede in, hoor. Ja, maar dat helpt wel, want dat gaat er wel in. Het laatste schot voor Rusland. Gered door Italië. Dat betekent spannend, spannend, spannend. Rusland heeft al 4 schoten genomen. Als deze er nu ingaat, dan wint Italië. Ja, maar hou eens even je mond, man. Moet je die replay zien? Kijk nou eens hoe ze hier op de grond terecht komt. Ja, dit was beeldschoon. Ja. Moet ik toegeven. En als deze erin gaat, is Italië door naar de poolfase. En heb ik natuurlijk de weddenschap gewonnen. Italië is door naar de poolfase van het WK in Lingerie. Ja, dat mag gevierd worden.
slotfase. Dames, ik wist het wel. Ik had alle vertrouwen in jullie. Het belangrijkste buiten wie die gewonnen heeft en zo is natuurlijk jullie overwinningsdingetje. Kan iemand hem even voordoen? Hoe die... Moet ik zo staan? Is dit het? En dan... Oké, dat was hem dan. Italië, je winnares. Ik zag hem van tevoren aankomen. Hij ging lekker. Dus gewonnen. Italië is door. Maar er heeft natuurlijk ook een partij verloren. Want waar de winnaars zijn, zijn er ook Friza's. Dames. Ik denk dat er een bepaald wereldleider niet blij met jullie is. Denk je dat het land nog in gaat komen? Ik denk dat we een visum opnieuw aan moeten gaan vragen. Ja? Ik denk misschien even een nieuwe geheime identiteit. Maar ja, je hebt het geprobeerd. Het is niet anders. Ik kan er maar één de beste zijn. Wij gaan vodka drinken. Juist, en dat is de goede instelling. De dames van Rusland, geef ze nog één keer een applaus. Ja, ze hebben het goed gedaan hoor. Dan staan we dan winnaars en verliezers. En wil je thuis een winnaar zijn, dan ga je naar veronicatv.nl. Daar voorspel je wie onze finale gaat winnen. En dan maak jij kans op dit fantastische prijspakket van Just Lease. Dat betekent 1 jaar lang gratis rijden in een auto. Elke week dat het WK duurt, geven we ook nog eens tankpassen weg. Het houdt bijna op, maar niet helemaal. Want eerst moet Andy van der Meijden nog even zijn legendarische woorden uitspreken. Tijdens de rust van het WK zetten we allemaal over naar Veronica. Yeah! Hij heeft hem onder de knie, hoor. Dit was het dan weer. Het WK in lingerie. Elke wedstrijd van het WK in de rust. Dus de volgende keer zien we je weer. Precies hier zo. Tot de volgende keer!